dichter in de agenda. En dan heb ik het natuurlijk over het nieuws dat Bert Maurits, een kunstenaar, zijn werk gaat tonen. En dat gaat hij doen. Nou, weet je, misschien kan ik het een beetje zelf even vragen. Hij was onlangs aan de telefoon. Bert Maurits, hoe zit het eigenlijk? Wanneer ga je iets laten zien? Vrijdag 20 september is om 5:00 is de aftrap van een expositie in Café Hotel Raaks in Haarlem. Ah, nice. Ja, dat hangt er inmiddels hoor. Als je wil kun je het nu al bezoeken. Maar aanstaande vrijdagmiddag is de officiële aftrap. En ik heb zowaar een echt oer-Hollands Haarlems bandje weten te strikken. Peter Stufkens en Cornuiten. Ja, ik zie ze hier staan, ja. De Stufkens band komen spelen. Leuk. Ja, dat wordt hartstikke leuk. Het wordt een feestje. En jij hangt in Café Raaks. Of jij hangt, dat klinkt dan altijd een beetje gek. Maar zo zeg je dat dan, hè? Je hangt in Café Raaks. En wat kunnen we zien daar? Er is een verscheidenheid aan werk eigenlijk. Ik heb vorige maand nog in Alkmaar geëxposeerd. En ik heb een groot deel van het werk heb ik weer daar kunnen ophangen. En dat zijn hoofdzakelijk redelijk grote schilderijen. Ik schilder op oude PTT postzakken. Oh. En soms zie je die iconen van de postzakken zie je nog terug. Het is natuurlijk een soort hergebruik eigenlijk van bestaande materialen. Ja, want dat is wat ik begreep inderdaad. Gerecyclede materialen waar jij dan je creatieve uitspattingen op loslaat. Ja, waar ik helemaal op los ga. Ja, dat moet je niet al te letterlijk nemen. Maar het is. Ja, dat recyclen, dat is eigenlijk pas recent een ding geworden. Dat komt ook door mijn nieuwste project. Want ik maak tegenwoordig ook schilderijen op oude LP's. Mm-hmm. Oh, mooi. Die ik bij de rattenplant vandaan haal bijvoorbeeld. En daar maak ik soms klokken van. En soms maak ik er gewoon mini-portretjes van. En het is dus allemaal hergebruik van bestaande materiaal eigenlijk. En is dat ook... Want zit daar nog een boodschap achter? Of is dit gewoon omdat het voorhanden is? Ik zou liegen als ik zeg dat het een hele milieubewuste keuze is. Het is ook omdat het gewoon voorhanden is, omdat het een goedkoop materiaal is om op te werken en op te schilderen. Maar het een sluit het ander niet uit. Het is natuurlijk ook gewoon een hergebruik van materialen. En ja, ik vind het ook heel erg leuk om op materialen te schilderen die al een soort historie hebben. En dat geldt natuurlijk voor zowel voor de LP's als voor de postzakken. Met name bij die postzakken, dan zit ik me toch te bedenken hoeveel belastingaangiftes en liefdesbrieven zijn er wel niet in vervoerd. Ja, die dingen op zich hebben natuurlijk al een verhaal. Ja, en bij sommigen zie je ook echt dat ze gerepareerd zijn. Je ziet de jaartallen bij sommige schilderijen ook nog terug. De oudste die ik gevonden heb was uit 1982. Ja, dat is alweer heel lang geleden. Ja, dat is alweer een leven geleden, hè? Ja, behoorlijk. Maar het gaat natuurlijk met name om de schilderijen aan zich. En dat het op bestaande materialen is gemaakt, geeft het wel een soort extra huid, een extra lading. Ja, want als ik ga kijken naar je werk, dan zie ik inderdaad veel hoofden. Ja. Hè, veel menshoofden, vrij realistisch. Ik probeer het, want het is natuurlijk radio, dus ik moet proberen uit te leggen hoe het eruit ziet. Vrij realistische menshoofden. Is dat ook... Portretten. Maak er maar gewoon portretten van. Ja, oké. Okay. En dat is ook wat je het liefste doet? Waar jouw expertise in zit? Ja, ik vind dat je altijd de vrijheid moet houden om binnen je eigen thema te kunnen experimenteren. Dat is natuurlijk ook het leuke van kunstenaarschap. Dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. Maar je hebt wel zo'n soort reddingsboei nodig. En dat in mijn geval is dat het thema om niet uit de bocht te vliegen. Want je kan verdwalen in die zee van vrijheid die kunst is. En voor mij zijn portretten, ik word gewoon ontzettend geïnspireerd door mensen. Dus in ieder mens heeft wel een verhaal. En ik werk figuratief, maar het is ook weer niet fotografisch. Ja. Ik leg het ook wel een deel van mijn eigen emotie leg ja, erin. Ja, dat snap ik dat je dat zegt. En dat zie ik ook terug of zo in wat ik hier dan voor me zie. Hè, dit haal ik even van jouw website. Dat is bertmaurits.nl. Hè. Daar kan ik een beetje rondneuzen om te zien welk werk we dan eventueel in de Raaks kunnen tegenkomen. Ja, het is, en wat er in de Raaks hangt is wel een soort bloemlezing van een paar prachtige portretten die ik gemaakt heb. Met name van vrouwen, want ja, dat is toch het mooiste voorbeeld, dat je de beste inspiratie die ik mezelf als man kan wensen.
De LP's is weer een heel ander verhaal. Want op het moment dat je met LP's aan de slag gaat, dan wil ik over je weten, ja, maar welke song staat erop? Okay. En dan, voor je weet, ben ik weer met beelden van Bowie en de Rolling Stones en Mick Jagger en mijn favoriete artiesten bezig. Ja, wat fantastisch. Ja, dat zou dan weer heel mooi hier in de studio hangen, bijvoorbeeld. Nou, denk kijk, ik dan. Ik zou zeggen, kom langs aanstaande vrijdag. Dan kun je even een kijkje nemen. Nou, ik denk dat we dat zeker moeten gaan doen. Wat zei je? Ik ben nu nog heel goedkoop. Dus is, economisch is het een hele goede investering op dit moment. Een hele goede investering. Ik begrijp van Dolle Dinsdag dat het geld tegen de plinten opklotst. Dus steeds het aan kunst. Dolle Dinsdag. Ja, dat is wel een beetje wat het is, hè, gisteren. Jongen. Maar goed, het is dus in de Raaks vanaf vrijdag de 20e. Om 5 uur is dit... Om 5 uur is de kick-off. Is de kick-off. Ik raad je aan om dan te komen, omdat precies. De band ook fantastisch is. Muzikale aftrap zie ik staan. De Stufkens Little Band, die zijn er ook bij. En dan kun je dus genieten van en muziek en kunst. Ik wens jou heel veel plezier die avond. Maar dat moet wel goed komen, denk ik zo. En nou ja, ik hoop dat heel veel mensen komen kijken, want het ziet er echt goed uit. Nou, dankjewel. Je bent van harte uitgenodigd. Dankjewel. Al je luisteraars uiteraard ook. En hartstikke bedankt voor het gesprek. Oké. Nou, Bert, heel veel plezier. Oké. Hoi.